Gevallen herfstbladeren veroorzaken hinder op veel wegen in Nijmegen en omstreken. Door het natte weer van de afgelopen week kan het op veel plekken behoorlijk glad zijn. De DAR heeft extra materieel ingezet om overlast door het natte bladafval te beperken. In sommige buurten is hier nog weinig van te merken. Met de dalende temperaturen en voorspelde nachtvorst in het komend weekend is de kans groot dat de gladheid alleen nog maar toeneemt. Bij een ernstig auto-ongeluk op de A73 is donderdagochtend een persoon op het leven gekomen. De klap was zo hevig dat het slachtoffer uit de auto is geslingerd en in het water terecht kwam. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. De verhuispieten hebben weer goed hun best gedaan in Nijmegen. Het huis van Sinterklaas is dan ook helemaal ingericht en klaar voor de komst van de goedheiligman. De troon staat en de Sint zal tijdens zijn verblijf in de stad in ieder geval comfortabel kunnen zitten. Sint en zijn pieten komen namelijk aanstaande zaterdag rond 1 uur weer bij de Waalkade aan. Daar worden ze, zoals elk jaar, waarschijnlijk enthousiast ontvangen door kinderen en hun ouders. Het wachtende publiek wordt vermaakt met verschillende optredens. Het huis van de Sint is vanaf woensdag open voor het publiek. Dan kunnen alle kinderen weer op bezoek bij Sinterklaas.